Lilia, let op je schouder, hè. Op de schaatsbaan in Dordrecht wordt hard getraind. Deze kinderen hopen allemaal de top te halen in het kunstschaatsen. Ik wil de beste worden, dus Olympische Spelen winnen. En naar het WK, het EK en nog veel meer. Ik zou het leuk vinden om een keer met grote wedstrijden mee te doen. De Olympische Spelen zou me heel leuk lijken. Om mee te mogen doen aan zulke topwedstrijden moeten kunstschaatsers nu nog minimaal 15 jaar oud zijn. De Russische Kamila Valieva deed afgelopen jaar mee aan de Olympische Winterspelen op haar 15e. Maar er was veel gedoe over haar. Ze zou verboden middelen hebben gebruikt en de druk werd haar te veel. Tijdens een wedstrijd kwam ze ten val. Oei. Maar in plaats van getroost te worden, kreeg ze kritiek van haar coach. Ik vond het best wel zielig voor haar, omdat zij natuurlijk ook gewoon fouten maakt. En dan vind ik wel dat haar coach haar daarbij moet steunen, zeg maar. Ik snap het wel, want je moet wel gewoon je best blijven doen. En als je dat niet doet, ja, dan wordt je coach boos. Toch was het voor de Internationale Schaatsbond een directe reden om de leeftijd te verhogen van 15 naar 17 jaar. Ja, het is vooral bedoeld om kinderen beter te beschermen tegen de hoge druk die komt kijken bij het presteren op zo'n hoog niveau. De Internationale Schaatsbond denkt dat je op je 17e beter lichamelijk en emotioneel daarmee om kan gaan dan op je 15e. Nou, we hebben gebeld met een aantal kunstrijverenigingen om te horen wat zij vinden van dit plan. Ja, en zij zeggen, goed idee. En ook veel coaches staan erachter. Vanuit een coach hebben we iets langer de tijd om ze voor te bereiden. En bij 15 ben je nog een beetje een junior. In plaats van echt een senior al. Dus dan hebben we 2 jaar langer om de junioren klaar te stomen voor de senioren. En dan zijn ze echt klaar om op het allerhoogste podium aan de slag te gaan. Tweede riet met armen op. Toch is niet iedereen het eens met de plannen van de schaatsbond. Vooral topkunstschaatsers niet, zoals Lindsay van Zundert. Zij is de beste kunstschaatster van Nederland en plaatste zich al op haar 16e voor de Olympische Spelen. Ik snap het wel dat ze het bijvoorbeeld mentaal en fysiek voor die meisjes willen beschermen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik denk ook wel dat veel die meisjes ook wel weten hoe ze er om mee moeten gaan. En ik denk ook wel dat je veel jonge talenten, ook als je die 2 jaar langer laat wachten, dat, ja, het is meer kans op blessures. Hey, Elina, hoe is afstand? Als je jong talent hebt, ja, waarom mag je dat dan niet laten zien in grote wedstrijden? Kunstschaatsers als Lindsay zijn dus bang dat talenten daardoor de top niet gaan halen. De kinderen hier vragen zich ook af wat het voor hun toekomst gaat betekenen. Als ik mee zou kunnen doen en het mocht niet, zou ik dat echt heel jammer vinden. Ja, het ligt heel erg aan wat je qua met blessures gaat doen. Ik hoop dat ik natuurlijk veel beter ga worden in die 2 jaar, maar het kan ook zijn dat het minder wordt. Dus je maakt je wel een beetje zorgen? Ja.